Ik heb mijn eigen ensemble opgericht toen ik klaar was met de master hier in Tilburg. Via allerlei Brabantse partijen, Muzieklab Brabant, November Music, Theater Tilburg, BKC, Intro in Situ ook in Maastricht. En dat is helemaal uit zijn voegen gebarsten, dus nu spelen we overal in Nederland en ook buiten Nederland. En eigenlijk gun ik via de nieuwe opleiding alle nieuwe muzici of de muzici in spe eenzelfde traject. Waarom dat zo'n zoektocht voor mij is geweest, is omdat het tot op zekere hoogte eigenlijk niet echt werd gefaciliteerd hoe je als ensemble in zo'n nieuwe omgeving kunt functioneren. Hoe je kunt nadenken over de podia die je wil bereiken, met wat voor repertoire. Een kritische houding met betrekking tot het repertoire, maar ook met betrekking tot alle stakeholders en mensen die daarbij betrokken zijn. En ik heb er heel veel vertrouwen in dat in de nieuwe opleiding daar veel meer focus in komt en veel meer aandacht voor is. Ja, met betrekking tot internationalisering denk ik dat de wereld steeds meer aan de voeten komt liggen of om die handen komt te zitten. En je kunt met de meest makkelijke zoektermen eigenlijk overal ter wereld komen. En daar heb ik ook wel vertrouwen in met betrekking tot de ensembles die we gaan proberen vorm te geven. Het is nu zo gemakkelijk om met één e-mail iemand aan de andere kant van de wereld te bereiken, dat we volgens mij er ook voor moeten zorgen dat mensen weten hoe dat in elkaar steekt. Dat mensen ook er zich bewust van zijn dat de podia hier in Tilburg weliswaar een lage drempel hebben, maar dat het zeker ook mogelijk is om podia te bereiken in Duitsland of nog veel verder weg. Iedere euro subsidie wordt 3 keer omgedraaid en daar zijn niet direct antwoorden op te formuleren, maar ik denk dat je als opleiding in ieder geval de verantwoordelijkheid hebt om studenten te laten nadenken over hoe ze zich daartoe moeten verhouden. Zoals gezegd, de oplossingen daarvoor zijn er nog niet. Maar een kritisch begrip en vooral ook een kritische houding ten opzichte van waar je geldstromen en dergelijke vandaan houdt, dat veronderstelt een nieuw soort ondernemerschap, wat ik denk dat de nieuwe opleiding zeker zal kunnen gaan aanbieden.